wat is nou CO2? Kunnen we het nog een keer zien? CO2! De eerste week nadat ik verkozen was in de Tweede Kamer, zoals u zich misschien kunt herinneren, heb ik al aangekondigd dat ik een bestuursuitbreiding wilde. En ik ben heel erg blij dat Rob Roken en ik... Rob, waar zit jij? Rob Roken en ik... drie fantastische nieuwe bestuurders bereid hebben gevonden. Als eerste de voorzitter Lennart van der Linden. Als tweede penningmeester Olaf Efraim. En als derde secretaris Astrid de Groot. En deze mensen hebben ons ook achter de schermen al langere tijd bijgestaan. Hebben bewezen kwaliteit in hun eigen velden. En zullen zich gaan bezighouden met het uitbouwen van de partijorganisatie. Die gaat geprofessionaliseerd worden. Alle financiën zullen op de meest grondige manier worden doorgelicht. We hebben een ambi-status ambiëren we, zodat wij ook als vereniging volledig transparant in alle boeken en alle registers te vinden zijn. Afhankelijk van de provincie waar u woont, zult u alle gelegenheid hebben om hen ook persoonlijk te leren kennen. Kom naar het land, Pim Fortuyn, het volk van de G. Het land van Theo van Gogh en van Jerry B. Meneer Vrijen, mag ik u vragen? Ik ben journalist van Golden Money, Dennis Lambert. Ja. Ik begreep het, u schaakt. Klopt toch? Dat, ja, klopt. U schaakt bij Keizer. Ja, moet je dat vragen, maar stuur ze even op een mailtje. Ja? Dan kijk ik ernaar, oké? Okay? Ja, u heeft niet even tijd nu om... Nee, je moet even... We hebben gasten. Echt waar, hè? Ja. Ja, de donateurs. Kan het alles later nog of zo? Kan het later nog, meneer? Ja. Ik heb nog nooit zo'n administratieve en financiële rotzooi aangetroffen. Dus los van alle geconstateerde malversaties, die we uitvoerig over in de pers kunnen lezen, was het ook op organisatorische redenen volslagen noodzakelijk om deze penningmeester te vervangen. BTW over tickets voor lezing en verkoop van boeken merchandise was nooit afgedaan, waardoor we dus boetes van de Belastingdienst riskeerden. Er was geen vierovenprincipe of welke andere vorm van controle dan ook ingebouwd. Vertegenwoordigers van de VPRO nog iets in aanvulling op wat de advocaat gezegd heeft en voorbeeld brengen, dan mag dat nu. Wij vinden dit een goede samenvatting en ja? Geen aanvulling. Ja, goed. Ja, u stak uw vinger nog op? Ja. Is het nog heel brandend? Ja, dat is eigenlijk wel zo. Ik zal het ook heel kort houden. Heel kort, ja. Er werd gezegd, de persoonlijke levenssfeer van Thierry Baudet is eigenlijk niet in het geding. Want het gaat niet over hun seksleven. Ik wil iedereen erop wijzen dat elke verdachtmaking, insinuatie of verwijzing naar bepaalde elementen of racisme of fascisme direct ingrijpt in de veiligheid van Thierry Baudet. Dat hebben we de laatste tijd ook gezien. Thierry zal die kaart zelf nooit spelen. Daar is het chic voor. Ik ben dat niet. En daarom speel ik die kaart nu wel. Iedereen moet zich dat heel goed realiseren. De laatste uur tot slot. Ja. Daar ben ik dan heel graag op. Tot slot, maar mag u ook nog tot slot? Ja. Dat begrijp ik en daar bekommert iedereen toch, denk ik, om en de media en de VPRO ook om de veiligheid van meneer Baudet. Ik vind het niet passen, deze opmerking. Dus als je scherp aan de wind vaart en de opmerking maakt die meneer Baudet maakt, dan zou je als media daar geen aandacht aan mogen besteden, want dan breng je die politicus in gevaar. Dat is complete onzin. Bovendien geldt het natuurlijk aan twee kanten. Door die voortdurende aanvallen over fake news, het mediakartel, vaak persoonlijke aanvallen op journalisten. Hij is bankier, hij is ondernemer. Hij is gespecialiseerd in start-ups, in vernieuwende ondernemingen. En hij is ook de penningmeester op dit moment van Forum voor Democratie. Hij staat daar en zijn naam is Olaf Efraim. Olaf. Dankjewel, Thierry. Dankjewel.